Karel Danen, geen mooiere manier om je contractverlenging te vieren, hè? Uh, Het is inderdaad uh, ja, een geweldig moment om hier in Engeland uh, te komen winnen. En, ja, ik denk dat het wel het ideale scenario was uh, om op in de laatste minuut eigenlijk de overwinning mee te pakken. Maar het was wel een heel moeilijke match voor ons. En, uh, het Engels voetbal is, is gekend voor veel lange ballen en, uh, en veel duels. En, en dat is ook de sterkte van Wigan en daar hadden we het soms wel moeilijk mee. En, de het moment dat we wel konden voetballen, konden we er wel goed uitkomen. Want voetballend waren we de betere ploeg. Maar eh, ja, we doen onszelf gewoon een geweldig plezier om hier te komen winnen. En we hebben weer alles in eigen hand. En we kunnen thuis afmaken en Europees overwinteren. En, ja, voor een ploeg als Zelte Waargem is dat ongelooflijk. En eh, de supporters die vandaag ook mee waren, hebben ons enorm gesteund. En, en, en om dat met zoveel volk vanuit Waargem mee te maken, en, en, ja, het, is, het is echt het is genieten. Gewoon. Een van de mooiste avonden dit seizoen? Zo te waren voor jou? Uh, het zijn er al veel geweest, hè? Het zijn er al veel geweest. Uh, ja, ja. De match zelf op zich niet, maar na het laatste fluitsignaal en de ontlading en uh, de sfeer ook die onze supporters uh, ja, teweeg brachten in het stadion, vond ik wel uh, een uniek moment eigenlijk. Om hier uh, op Engelse bodem, wat toch altijd speciaal is uh, als voetballer. Uh, ja. Zoveel, zoveel volk van ons te zien en, en, en gewoon zo enthousiast. Ja, het was mooi. Ik vermoed ook jouw eerste overwinning op Engelse bodem. Uh, klopt, ik heb ook nog maar twee matches gespeeld, denk ik, op Engelse bodem. Uh, ja, ja, ja. ja. De eerste overwinning. Ja. Nu, je sprak over een moeilijke wedstrijd, vooral dat wedstrijdbeginnen. Waren jullie verrast door het hoge tempo van Wigan Of ja, wisten jullie er gewoon hieruit mee? Ik denk dat vooral de kwaliteit was van Wigan en. Ja, Zij wisten dat ze met een overwinning eigenlijk zeker waren van de tweede plaats. En dat ze, ze zijn gewoon aan, aan 200% aan die match begonnen. En ze hebben ons pijn gedaan. Hè. Um, ja, we hadden dat wel een beetje verwacht als ze zo gingen starten. Hè. Ja, de, het is ook typisch Engels, denk ik. We hadden er ja, niet direct een antwoord op. En het was een beetje, voor ons een beetje, een beetje zoeken en aanpassen. En, en, uh, ja, een, beetje, een beetje harken bij momenten. Maar goed, we hebben het overleefd. En dan... We hebben ons toch beter in de wedstrijd geknokt. En, ja, wat we dan als ploeg wel goed doen is, is de rust bewaren en, en proberen van te voetballen en naar oplossingen te zoeken. En, en, ja, dat is iets wat we, we goed gedaan hebben. Ja, de we wonen uiteindelijk in 2 tweede helft het veel beter onder controle. En waren zij minder gevaarlijk? Wij waren ook niet echt gevaarlijk. Maar ja, we hebben het dan op het einde kunnen, kunnen afmaken. Hè. En de laatste wedstrijd thuis tegen Kazan op 12 december is, ja, mag ik zeggen, gered. Meer nog, ja, het, wordt, het wordt een finale, een echte finale. Ja, het is heel mooi. Hè, want uh, Als je hier verliest, dan moet je nog uh, een noeven oefenmatch spelen, zeg maar, hè, zonder belang. En, in een leeg stadion? Ja, in een leeg stadion, daar heeft er niemand iets aan. En, uh, ja, we zijn heel blij dat we, dat we nog uh, zo'n belangrijke match, zo'n mooie match kunnen spelen. En we hopen dat, uh, dat er veel volk komt om ons te steunen. En dat we, dat we de kwalificatie voor, uh, voor uh, Europees te overwinteren uh, kunnen vieren met onze supporters. Maar binnen drie dagen volgt al een nieuwe opdracht, een belangrijke opdracht, zeker ook voor de supporters in en tegen KV Kortrijk. Ja, het is sowieso een heel speciale match. Uh, altijd al geweest. Maar, uh, ja, door, door de, ja, het goede seizoen van Kortrijk ook, uh, zijn, zijn het ook belangrijke punten. En uh, we hebben de punten zelf ook nodig. En. Uh, we gaan er alles aan doen om, om daar een goed resultaat neer te zetten. Het is heel snel, maar we hebben al bewezen dat we dat, we dat kunnen. Heel snel die knop omdraaien. En, eh, we gaan nu twee dagen recupereren en dan de focus op korte zetten. Laat je je straks verleden tot een stukje pizza van Torganazar? Een stukje pizza zit er wel in gaan. Ja. Smakelijk, dankjewel. Carol Dane.